Hoi, ik ben Stefan Groothuis en ik ben een voormalig topsporter. En inmiddels al heel wat jaren met heel veel plezier aan het werk in de bouw. Eerst als timmerman en nu als werkvoorbereider bij bouwbedrijf Heijmans. Ik heb in mijn leven meerdere malen last gehad van depressies en ik weet hoe ingewikkeld psychische klachten op de werkvloer kunnen zijn. Ben je er open over? Tegen wie en wanneer? En wat kan je er zelf aan doen en wat kan je werkgever doen? Heel veel vragen. En in deze serie ga ik in gesprek met werkgevers, ervaringsdeskundigen en experts om te onderzoeken wat de bouwstenen zijn voor een mentaal gezonde werkvloer. Vandaag ben ik op bezoek bij het Ulis College, een middelbare school waar 2700 leerlingen op zitten op twee locaties. Onderwijs is een sector waar veel psychisch verzuim voorkomt. Maar hier op deze school hebben ze een mooie preventieve oplossing gevonden om dat verzuim te voorkomen. Hey jongens. Hi. Hey, dag Marjolein. Hi. Jij bent hier de afdelingsdirectrice en ik zie dat jij je geheime wapen vandaag mee hebt genomen. Hi, Mieke Rebel. Mieke is onze arbeidsdeskundige. Die staat ons bij met raad en daad op het moment dat wij dat nodig hebben. Kun je Mieke wat vertellen over jouw rol? Ik heb meegeholpen met het tot stand brengen van het nieuwe verzuimbeleid zeg maar, bij het Ulis College. En dat betekent eigenlijk dat de leidinggevenden en de medewerkers hun eigen regie hebben in het verzuimbeleid. Dus voorop staan en zich laten ondersteunen door een professional. En dat ben ik dan voor deze school. En hoe werken jullie samenwerking in de praktijk? Op het moment dat ik me zorgen maak over een collega of ik heb vragen over verzuim bij een collega die misschien frequenter uitvalt of dreigt langdurig uit te vallen, dan kan ik Mieke bellen om te sparren. Waar sparren we dan over? Dat kan zijn dat zij mij advies geeft voor het gesprek met die collega. Maar het kan ook zijn dat we uiteindelijk door het gesprek zover komen dat we eigenlijk het samen verstandiger vinden dat ik de collega doorverwijs naar Mieke, waarbij Mieke vanuit haar expertise en ervaring echt gewoon nog veel betere vragen kan stellen dan ik. En wat doen jullie om te zorgen dat mensen niet uitvallen? Als leidinggevende vind ik in ieder geval het heel belangrijk dat ik mijn mensen echt heel goed ken. En dat is met een kopje koffie in de pauze. Dat is minstens 3 gesprekken per jaar. En op aanvraag van mij of die collega kan dat ook nog wel eens vaker zijn. Dus je kent de mensen eigenlijk vooral in hun goede doen. Als daar iets in verandert, in mijn waarneming, dan kan het zijn dat ik dat gewoon met ze ga bespreken. Het kan ook zijn dat mensen relatief in een korte tijd meer gaan verzuimen. Frequenter kortdurend verzuim, daarvan weten we dat dat kan leiden tot langdurig verzuim. En daar heb je wel als leidinggevende signaalfunctie. Dus dan ga ik eigenlijk altijd het gesprek aan. Ik heb nu gemerkt dat je 3 keer ziek bent geweest, is er iets aan de hand? Dus het is voor mij echt een soort basis van leidinggeving zijn. Weten wie je voor je hebt zitten. Stel dat jij wel in beeld komt, dat het dus noodzakelijk is. Hoe ga jij aan het werk daarmee? Waar ik sowieso een groot voorstander van ben, is dat de mensen zelf weten wat er aan de hand is. Dus die zijn regiehouder van de levensfase waar ze in zitten. Zij weten ook als geen ander hoe hun werk in elkaar zit, dus wat er wel en wat er niet kan. Dus als ze bij mij komen en ze doen hun verhaal, dan zit daar eigenlijk al een hele wereld achter. Dus ik ga eerst luisteren. Van, goh, wat is er al geprobeerd? Wat heb je al gedaan? Waar ben je tegenaan gelopen? Dan kijk je naar belasting en belastbaarheid van die mensen en je kijkt ook naar de functie-eisen. Je kijkt ook eigenlijk samen met de leidinggevende naar het functioneren. Was dat altijd al een beetje op de tenen lopen of is dat een heel geroutineerde collega? Waar komt het allemaal vandaan? Dat zijn vragen. En wat ook wel enorm helpt, is dat je mensen in ieder geval aangeeft dat als zij ervaren wat ze ervaren, dat dat een heel natuurlijk proces is. Dus dat je echt kan zeggen van, joh, dit, hier zit je middenin, maar dit komt goed. Alleen ja, het is ook accepteren dat het je overkomt. En dat is wel belangrijk, hè? Want dat duurt. Ja. Ja, dus mensen komen eerst thuis zitten en willen het liefst zo snel mogelijk terug. En hebben daar dan een termijn voor in hun gedachten. Ik ben er over 2 weken weer, zeggen ze dan. En zolang je dan blijft zeggen, komt het niet goed. Nee. Dus je moet eerst accepteren dat je teruggaat naar even helemaal niks. Mm-hmm. En dan ga je aan de slag. En dan bouw je weer op. Ik herken het. Ik heb zelf ook meerdere malen met een depressie te maken gehad. En ik weet toch heel sterk dat het allerbelangrijkste dat misschien toen bijbleef, het gevoel van falen. Ja. Het gevoel van, ik heb zo ontzettend gefaald in alles.
En je wilt dat in eerste instantie, mijn eerste ervaring, ook zo klein mogelijk houden. Niet voor de buitenwereld buiten houden. Heel dat, eenzaam is dat ook, hè? Dat stuk. Ja, met een paar mensen om je heen die je dan wel steunen. Maar op dat moment ben je alleen met jezelf in gevecht. En dus dat is, klinkt mooi hoe jullie die ruimte ook geven aan mensen om daar op hun eigen manier invulling aan te geven. De hulp die iemand in wil schakelen. Daar hebben mensen heel veel eigen invloed op. Dus dat kan gewoon een coach zijn waar ze mee in de natuur in gaan om te wandelen. Dat kan een psycholoog zijn. Dat gaat heel erg in samenspraak met jou. Maar soms hebben mensen een heel out-of-the-box idee wat ze denken dat hun kan helpen. En ik vind het heel gaaf aan onze school en ook aan jou dat eigenlijk altijd bespreekbaar is. En dan zie je dat op het moment dat mensen de regie houden en dus zelf mogen kiezen, dat herstel best oké in tempo gaat. Stel je wel eens iets voor waar je als werkgever niet direct aan denkt? Sommige dingen overkomen mensen. En daar kan je eigenlijk heel niet zo gek veel aan veranderen. Als mensen kanker krijgen of wat, dan gebeurt dat. Maar als er in een familie iets speelt, A, loop je er misschien niet zo mee te koop. En B, is het dus heel ver van de werkvloer af. Maar de belastbaarheid van iemand wordt er wel door beïnvloed. En zorgverlof is soms te kort, dus dan ligt verzuim soms op de loer. En dan ga ik rekenen, soms letterlijk rekenen. Wat kost het om iemand toch te ondersteunen, om hem of haar rechtop te houden, om te leren omgaan met die situatie? Want wat kostte een paar weken verzuim? Of wat kost misschien wel heel lang verzuim? Ja, dan toch investeren. En dan moet je soms wel door harde noten heen, hè? Dan moet er dan even gekraakt worden. Maar het gaat er vooral om dat je durft ook op dat terrein stelling te nemen. En te zeggen, ja, we zien je, we horen je, we gaan je ondersteunen, want anders dan... Ja, gaat het bij ons ook fout? Ik moet zeggen, daar heb ik wel van Mieke geleerd. Want in eerste instantie dacht ik, ja, weet je, doe dat zelf en betaal het zelf. En als jij dat dan oplost, dan kun je daarna goed in je werk zitten. En toch, als je dat samen doet, dan voelt zo'n collega zich 1 heel erg gesteund. 2 hou je vinger aan de pols. En 3 hou je die collega in het werk. En dan valt die collega in principe niet uit. En heeft iedereen er voordeel van. En ik denk het belangrijkste is dat je daarmee ook laat zien dat je goed werkgeverschap wil geven. En... Hoe urgent is het in het onderwijsland? Als je de kranten moet geloven, heel urgent. Want er is natuurlijk een tekort en dat legt druk op anderen. Aan de andere kant denk ik dat vanwege belastbaarheidsklachten, dat wij een heel laag verzuim hebben. Ja. Ik denk dat dat enerzijds te maken heeft met... onze samenwerking, de structuur, de jarenlange ervaring. Maar wij zijn ook wel een school waarin het sociale contact als heel belangrijk wordt ervaren. Je kunt ook zeggen, we hebben een familiecultuur, dat heeft ook nadelen, maar dit is wel een van de voordelen. Van het Utrechtse College neem ik de bouwstenen mee voor een mentaal gezonde werkvloer. Dat ontzettend belangrijk is om je mensen te kennen, feeling ermee te hebben. Wat ik ook heel mooi vind is dat jullie ook echt een stukje eigen regie aan de mensen willen geven. En dat het ontzettend waardevol is om een expert naast je te hebben staan die waar je mee kan sparren en waar je deze zaken mooi mee kan bespreken. Ik vind dat je dat heel goed samenvat. Bedankt voor het prachtige gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel. Ook bedankt.